Dominique, heb jij iets leuks meegemaakt deze week? Ik heb ontzettend veel leuke dingen meegemaakt. Ook iets wat een Little Him verdient? Ja. Nou, brandlos. Twee weer. Twee weer? Ja. Nou, dan mag jij... Ik heb een baan gevonden. Een baan gevonden? Ja. Gefeliciteerd. Ja. Want je was werkloos hiervoor. Ja, ik was werkloos. Okay. Ik zat eigenlijk alleen maar jullie. En wat heb je dan voor banen gevonden? Ja, hier, dit verdient natuurlijk vet goed, maar... In een hele coole kledingzaak in Wiegen. Ah, oké. En wat mag je daar dan doen? Mag je dan mensen... Want nu is het allemaal moeilijk. Van alles wat. Ja. Het is wel op afspraak. Maar je bent de hele dag bezig. Je gaat van hot naar her. Je bent kleren setjes aan het maken. Je gaat op de foto. Je gaat mensen helpen. Je zet een kopje koffie. Je klets lekker. Oh, want je liet net al foto's. Je hebt model gestaan, kledingmodel. Ja, gaaf hè? Ja, leuk. En dat allemaal op je eerste werkdag vandaag? Of, werk nu 3 dagen. Het is part-time. Ja. Maar ik heb 3 dagen weinig op de klok gekeken. Het was echt heel leuk. Kijk heel goed. Wat leuk. Mijn andere Little Him is dat ik weer mobiel ben. Want ik kan weer auto rijden, want ik heb een auto. Oh, wat heb je voor een auto? Ik heb hem net niet gezien. Een oude Golf. Een oude Golf? Hij is geweldig. Het is precies de auto die je moet hebben als eerste auto. Oké. Okay. Ja. En hoe kom je eraan? Heb je die via gekocht of bij zo? Bij een garage. Ah. Ja, uit de buurt. Ik zoek ook nog steeds naar een auto. Maar ik moet eerst nog heel veel geld verdienen bij de GGD. Idee. Okay. Voordat jij hebt nog een andere Golf te maken. Ja, ik heb 2 trainingsdagen nu gehad voor het call center. Dus ik heb nog niet officieel gewerkt, maar dat is ook vet spannend natuurlijk. Goed bevallen? Ja, het is echt. Het is wel sowieso heel veel met privacy natuurlijk te maken. Dus daar wordt heel veel aan gewerkt. Zeker na al die lags van de afgelopen tijd. Maar het is wel leuk, zeker. Ja. Rick, wat zijn jouw Little Hims? Oh, je gaat er al vanuit dat er meerdere zijn? Of één. Oh, ja. Nou, ik had er net als vorige week weer behoorlijke moeite mee om een Little Him mee te nemen. Maar vorige week had ik dus niks. Dus ik denk, ik moet wel echt even iets hebben nu. Dus wat heb ik? Mijn Little Him van deze week gaat naar een energiecoöperatie. namelijk WPN in Nijmegen. Ik heb ook een nieuwe baan. Ja, precies. Ik ben even tussendoor. Ik zie dat ik helemaal niet in beeld ben. Nee. Mijn camera doet het blijkbaar niet. Oké, dat is raar. Oké. Nou. Sorry, mama kan niet naar je zwaaien. Rick is er wel gewoon hoor, dus het is geen robot. Ja. Nee. Oh, nou wel. Oké. Oh, nou wel. Nou, hoi. Anyway, waarom die energiecoöperatie? Die geeft namelijk op dit moment gratis bomen en struiken weg. Niet. Ja, dat is eigenlijk al een nieuwtje van vorige week. Maar deze week heb ik er zelf ook iets aan gehad. Want ik heb me aangebeld voor een gratis boom of struik. Wat leuk. Boom in dit geval, een perenboom. Ja. Waarom doen ze dat? Door corona zijn veel bomen en struiken niet verkocht. En die dreigen nou verbrand te worden, omdat ze gewoon over zijn. En die energiecoöperatie heeft dus besloten om ze maar gratis weg te geven, zodat ze toch nog een goede bestemming krijgen. Ja. Ik vind het een hele mooie actie, want en ze voorkomen dus dat ze onnodig worden vernietigd. En tegelijkertijd wordt Nijmegen een stukje groener. Oké, ja. En volgend weekend mag ik hem ophalen. Oh, wat leuk. Maar waar ga je hem neerzetten? Op de radio zeg ik dat ik hem op mijn balkon neerzet. Ja, maar eigenlijk gaat hij gewoon weg. Nee. Midden in de woonkamer. Eigenlijk voor iemand anders. Oh. Maar goed. Oké. Wat leuk. Maar ik vond het een mooie actie. Dat verdient van een Little Him. Ja, zeker. Dat was hem voor jou? Dat was hem eigenlijk wel. Oké. Ik heb er ook eentje meegenomen. Ik heb jij bent er eentje geweest, sorry. Eigenlijk heb ik er 2. De eerste ga ik even heel kort doen. Dat is een Little Him. Die gaat naar de politie. Want ik ben afgelopen week in de trein heb ik gezeten. Want ik ging van Nijmegen naar Kuik. En ik had een van de laatste treinen die ik kon pakken. Zodat ik voor de avondklok thuis zou zijn. Ja. En ik was in de trein in slaap gevallen. Oké. Ja. En toen in één keer dacht ik, ik ben al bij Boxmeer. Dus toen moest ik weer terug en dan moest ik weer een half uur op die trein wachten. En op een gegeven moment was ik pas rond 10 uur thuis. In je onderbroek, want je had geen Boxmeer. Goed. En ik ben niet gepakt. Ik heb wel een agent gezien en die liep ook daadwerkelijk richting mij. En toen dacht ik, dit wil ik niet. Ik wil geen boete. Jij deelt nou een Little Him uit aan de politie omdat we hun werk niet doen. Gewoon echt puur omdat... Hij is nog niet klaar, hè? Zo spannend wordt het niet. Maar toen zag ik dus die agent aankomen lopen. En toen ben ik dus zo doorzichtzaggend door de fietsen... ben ik even achter een reclamebord gaan staan. En toen was die politieagent weg op een gegeven moment. Dus ik heb geen boete mogen ontvangen van die man. Nee. Ja, dat is lekker, toch? Ja. Maar wat... In slaap... Dat gebeurt mij nooit. Echt ook alleen nu. Ja. Nee, wat erg. Ja.
En mijn tweede, dat is, die gaat naar Miss Maggie. Omdat wij in Inside House 2.0 zitten. Dat is de talkshow van House of Tom Tom. En ik heb daar even een klein fragmentje van. En die ga ik nu laten horen. Radio, everybody listens to the radio. De vaste kijkers en de liefhebbers van Maggie en House of Tom Tom weten natuurlijk dat de vaste vrienden van Maggie en van House of Tom Tom de DJ's zijn van RN7. Laat ik daar toch even lekker op bezoek gaan. Gaan jullie mee? Ik ben Miguel Laugs. En wil je nog wat moet ik allemaal over mezelf zeggen? Leeftijd, voorkeur. Leeftijd. Ik ben 21 jaar. Ik kom uit Kuik. En inderdaad, ik doe echt al heel lang radio. En dat is het enige waar ik goed in ben eigenlijk, denk ik. Ja, ik vind jou een hele mooie radiostem hebben. Nou, dankjewel. De camera is helemaal voor jou, schat. Ik ben Rick van Elk. Ik ben 29 jaar. Ik kom uit Nijmegen. En bij RS7 doe ik voornamelijk meer met tv. Maar omdat radio hartstikke leuk is, doe ik daar ook iets mee. Super interessant dit. Dit wist onze luisteraars nog niet. Nee, ik moet zeggen, ik heb dus dat gekeken en ik dacht van ja, maar welk fragmentje gaan we hier nou uithalen? Ja. En toen dacht ik, nou ja, dan maar die voorstelronde. Dan komen we allebei een beetje gelijk aan bod. Ik vroeg me altijd al af wat jullie hier eigenlijk deden, maar nu weet ik het. Nou, komt allemaal door Inside House. Dat op YouTube. Nou goed. Mag ik dit even met je delen? Ja, is ook goed. Ja. Leuk. Delen jullie hem ook even? Duimpje omhoog en zo. Familie, vrienden, iedereen.